Yo, what's up en welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Lem natuurlijk en we gaan kijken naar etappe 17 van de Giro d'Italia. En dat is natuurlijk met Wout van Aert, want Van Aert verkent deze Giro voor jullie. Ja, het is de slotweek van de Giro, dus ja, geniet er nog van. Of voor degene die deze serie of toch wel dit Giro-element niet lusten, geniet er niet van, zou ik zeggen. Meer heb ik daar niet over toe te voegen. We gaan nog eens kijken naar deze mannen van Jumbo-Visma. En kunnen zij Wout van Aert blijven bijstaan in zijn strijd om de Maglia Rossa? Want we zitten er nog steeds in. En jawel, jawel. Gaan ze ons er nog uitkrijgen? Vooral deze twee mannen zullen het moeten gaan doen. Een Sloveen en een Brit. Primož Roglič en Adam Yates. En die andere Sloveen, nee, die gaat het niet doen. Want die ligt hoogstwaarschijnlijk in zijn ziekenhuisbed, denk ik, na zijn valpartij. Tadej Pogacar, de Colombianen, Lopez en Bernal spelen ook niet meer echt mee. Simon Yates, Joao Almeida en Mika Landa, daar komt ook het gevaar niet meer van. En de laatste in de rij, de huidige Maglia Rossa. Jawel, we rijden van Canazei naar Sega di Ala. Dat is natuurlijk een bergrit, zeg maar zeker. 193 kilometer en alweer vandaag 3200 hoogtemeters. Ja, ja, het blijft stevig in deze derde week van de Giro d'Italia. 57 kilometer, dan gaan we naar deze, naar de Sveceri. Dat is een klim van gemiddeld 10%. Niet zo lang, nee, maar een dikke 2 kilometer. Dan gaan we naar de tussensprint na 91 kilometer in Trento. Na 121 kilometer de tweede tussensprint in Mori. En dan naar deze San Valentino, hè, de Passo di San Valentino. 15 kilometer en een stevige klim. Ja, je ziet eigenlijk ook gewoon al in profiel dat dit bijzonder stijl is. 8% gemiddeld, stroken tot 12%. En dan de Sega di Ala, 12 kilometer. En ook daar zitten we echt wel aan een stijgingspercentage rond de 8 à 9%. Ik denk dat het 9,1 is, als ik me niet vergis. Want je ziet het, het valt heel netjes buiten beeld. Ja, oké. Zwat, dat is de edit. Kan er ook niet veel aan doen. En dit zijn de topfavorieten van vandaag. Miguel Lopez, nog steeds wordt hij gekend door Pro Cycling Manager, net als Thibaut Pinot. Maar van hen gaat het gevaar niet komen. Ja, oké. Okay. Misschien wel voor de ritzegen. Maar vooral Primož Roglič. Die moeten we in de gaten houden. Egan Bernal, Landa, Yates, Adam dan, Nairo Quintana, Simon Yates, Hart en Boegman. Dat zijn de outsiders voor deze etappe 17. En kunnen wij stand houden met de Maglia Rossa? 4 minuten en 10, ja. Als ik het nog uitreken, hebben we dus nog 3 aankomsten bergop. Als we iedere keer 2 minuten verliezen, dan is het sowieso over en uit. We moeten eigenlijk al gaan hopen dat we in één van die bergritten, ja, Roglič op een of andere manier kunnen verschalken of toch zo min mogelijk tijd proberen te verliezen. Voilà, voilà. We zijn er klaar voor. De Bianchi boarding is er ook helemaal klaar voor. De ploegauto is er klaar voor. De directiewagen is er klaar voor. En de motaartjes zijn er ook wederom. En we hebben een plus 2 dagvorm. Ja, dankjewel PCM. Dankjewel. Die goede dagvormen hebben natuurlijk grotendeels veel te maken met het dragen van de Maglia Rossa. Want vergis je niet, qua moraal kan dat tellen. En al die zaken tellen echt wel samen voor een goede dagvorm. Dus een plus 2 buiten een vormpiek, altijd leuk. En George Bennett die zit wel in zijn vormpiek, hij heeft een plus 4. Wat gaan de concurrenten hebben? Die gaan we zo meteen even monsteren. Maar eerst een persvraag erin gooien in deze aflevering van The Amazing R. Denk je dat Bernal ook in het roze zou zitten als Pogacar en Roglič mee zouden doen aan de Giro? Heel moeilijke vraag. En dan Joost, wie is voor jou de top 3 beste klimmers? Zowel, dan heb je eigenlijk al de vraag van Amazing een beetje. Hè? Pogacar, Bernal, Roglič. Maar zou Bernal nog in het roze zitten? Moesten Pogacar en Roglič meedoen? Goh, vind ik een heel lastige vraag. Ik zou het niet weten. Maar ja, Bernal is wel echt terug op het niveau van 2019. Hè? Al denk ik dat Pogacar beter is. Over 3 weken denk ik dat Poogie Boy waarschijnlijk in het roze zou zitten. Maar ja, ik durf dat zeker niet met vuur in te nemen. En ja, Roglič, altijd een vreemde factor. Je weet het nooit. Hè. In principe misschien de beste klimmer momenteel. Al durf ik dat niet met zekerheid te stellen. We zullen het zien in de Tour de France natuurlijk. Maar ja, we hebben ook wel gezien vorig jaar in de Tour waar het nog kan fout gaan. Ook voor Roglič. Alhoewel, Bernal moet dan weer toegeven in de tijdritten op die twee. Het is hoogstwaarschijnlijk denk ik niet. Nee. En wij gaan dan even kijken naar de concurrentie. Toch even gaan monsteren. Egan Bernal heeft geen goede dag. Oeh, Guillaume Martin had de plus 5.
Vreemd dat hij nog niet in de vlucht van de dag is meegesprongen. Daniel Martinez plus 2 dag voor vandaag. Vincenzo de Haai van Messina min 4. Ja, Vincenzo is een heel slechte Giro bezig, toch in mijn versie. En in real life is het toch ook niet allemaal mooi. En dan, oh, plus 5 Roglic. Oh, what the fuck. Plus 5 Primoz Roglic. Oh, damn, damn, damn. Ja, ik word er stil van. Oh, fuck, wat is dit, man. Plus 5, nee, dat meen je niet. Dat meen je echt niet. En dan hebben we hier nog een persvraag op de CV-serie. Dat is een bijzonder lastige naam om uit te spreken. Finn, kan Van Zevenant de grote ronde winnen in de toekomst? En dan nog Branco. Had jij eerder op Almeida gezet in plaats van Evenepoel? Ja, kan Van Zevenant ooit een grote ronde winnen? Ik zou durven stellen van niet. Daan had ook nog een vraag. Wat verwacht je van Quinten Hermans in de laatste week van de Giro? Eerlijk gezegd, Daan, niet zoveel. Nee. Ik denk dat Quinten gewoon de Giro gaat proberen uitrijden. En voor de rest misschien ook één keer proberen aanvallen in de vlucht van de dag. Maar ik vrees dat het bij Hermans ook stilaan op is. Hè. Is dat ook niet gewoon? En ja, hadden ze bij de Koning Quickstep beter ingezet op Joao Almeida dan Remco Evenepoel? Ja, de rit naar Montalcino had ik inderdaad misschien niet meteen Almeida laten terugzakken voor Remco te helpen. Ik denk dat het in die rit wel duidelijk was dat Evenepoel er ging doorzakken, dat zijn lichaam ging reageren. Het reageerde eigenlijk al in die gravelrit. Dus ja, ik zelf had de keuze opengelaten. Ik had niet Almeida laten terugzakken, zodat je inderdaad op een gegeven moment op twee paarden nog steeds kon beginnen wedden. En oké. Okay, waarschijnlijk had Evenepoel dan in die rit wel nog meer tijd verloren. Maar oké, je ziet uiteindelijk waar het uitkomt. Hè. Geen van beiden die een deftige ereplaats gaat rijden. Een zijde wow, nog echt een heel sterke derde week rijdt. Het is Sam, als de vlucht van de dag altijd was teruggepakt, had Bernal al 4 keer gewonnen. En hoe zou ik het dan uitspelen als ploegleider van Ineos? Ja, moest de vlucht van de dag inderdaad vaker teruggepakt worden, had Bernal al meer gewonnen. Maar ja, als één ploeg kan je dat ook niet altijd dichtknallen. Hè? Ineos is een sterke ploeg, absoluut akkoord. Maar ja, je hebt natuurlijk ook andere ploegen in steun nodig. En buiten Bora en Education heb je daar niet veel blokken zitten die bereid zijn om mee te rijden. Zeker omdat ze ook gewoon zien dat Egan superieur is in deze Giro. Moeilijk dus iets aan te veranderen, vrees ik. Lander, geef je Remco een kans in de laatste tijdrit of moet hij al vroeger in een van de volgende etappes zijn kans grijpen? Ik hoop dat hij de tijdrit nog haalt, man. Ik hoop echt dat Remco de tijdrit nog gaat halen in Milaan. Het is wel een doorzetter, dus het zal wel gebeuren. Maar tussendoor zou ik niet te veel meer aanvallen, moest ik van hem zijn. Misschien de allerlaatste bergen, bijvoorbeeld, als hij zich effectief terug weer wat beter voelt. Ze gaan hem laten rijden nu, absoluut. Maar ik zou gewoon proberen Milaan te halen. Ik denk dat dat echt wel doelstelling nummer 1 is. Die ervaring opdoen. Wetende van, ah, kijk, dit kan ik nog verwachten. Zo diep moet ik uiteindelijk gaan na 3 weken. Dat is een ervaring die dat hij sowieso moet proberen meepakken. En ik denk dat ook dat de reden is waarom dat hij wil doorgaan. En nu gaat Wout van Aert aanvallen. Jawel. Ja, we gaan iets moeten proberen natuurlijk. De komende 3 bergritten ga ik het toch een klein beetje anders proberen aan te pakken. Iets agressiever, iets aanvallender koersen. En vandaag ook niet te vergeten, de plus 5 van Primoz Roglic. Ja, het boezemt me echt wel veel angst in. We gaan hier wat proberen teren op onze skill. Acrobatische afdaling. En daar is het peloton. 31 man nog. En voilà, we gaan er hem weer in gooien. Ja, niet zonder risico. Hè. Dit kan perfect zijn dat we zo meteen op onze bakjes gaan. Maar zwat, ik neem het risico vandaag. We kunnen misschien eens wat afstand nemen. En beginnen aan die slotklim solo. Het solo afronden, dat zal niet gebeuren. Nee, nee. Maar onze plus 2 is niet slecht. Maar Calme Jean kan hier nog redelijk goed volgen ook. Ja. Ai, ai, ai. Ik vrees dat dit niet zal worden. Want ze laten ons ook niet rijden. Nou ja, waarom zouden ze? Moest ik de Maglia Rossa zien aanvallen, zou ik er ook achter rijden. Dus ik vrees dat dit een beetje nutteloos is. We hebben straks ook nog een stukje in het dal te doen. Daar ga ik alleen maar krachten verspillen. Hè. Ik heb sowieso mijn volle gele balk nodig om die Sega, die Ala, te overleven. En dat we tijd gaan verliezen op Roglic, daar ga ik eigenlijk ook al vanuit. Een plus 5. Bernal, Mas, Ciccone, Dunbar, Perret Peinter, Reichenbach en Galopin. Zij zitten momenteel nog in de eerste groep. Maar ja, dit is dus het probleem.
Als ik op F9 duw met de motoren, raak ik niet bij de kopgroep. Ja, dat is wel iets vervelend op de Pro Cyclist mode. Je kan niet altijd naar de voorste groep geraken. Als die motoren niet op de juiste plaats zitten, ja, dan heb je het vlaggen, hè. En hier zien we toch nog redelijk wat grote mannen zitten, hè. Met Almeida, met Roglic, met Pino, Uran. De Yates-gebroeders zullen hier ook wel nog tussen zitten. En nog een persvraag van Xander. Zou Remco best nog een paar kleinere koersen rijden voordat hij aan de Olympische Spelen begint? Of zou de hoogtestage genoeg zijn? En dan Joost, wie vind je de beste op dit moment? Persvraag, ja, dat is Egan Bernal. Daar moet ik niet lang over nadenken. Van dit moment, ja, wie anders? En Evenepoel, ja, wat moet hij doen voor de Olympische Spelen? Ik zou in ieder geval eerst en vooral een serieuze dikke rustpauze pakken, want dat lichaam blijven afmatten, dat heeft ook geen zin. Dus moet hij nog koersen rijden? Ja, ik zou er misschien toch nog een paar durven meenemen. Maar als de hoogtestages voldoende zouden zijn, misschien daar beter op inzetten. Het is een heel moeilijke in ieder geval. Het is heel erg duidelijk dat zijn lichaam wel echt toe is aan rust. Dus misschien is dat nog de beste remedie, zoveel mogelijk rusten. En de Sega Diala, we zijn eraan begonnen. We zitten op ongeveer 10 kilometer van de top en dus ook de finish. En je ziet het, hè, vooral dit stuk is bijzonder steil. En wat gaat Roglic doen? Wat gaat hij doen, Primoske? Voor Bahrein Victorious aan het rijden, dus ex-ploeggenoot van ons, ja. Hij is vertrokken vorig jaar bij dit Jumbo-Visma-blok. En ja, dit jaar in de Giro is het meteen treffen tussen Van Aert en Roglic. En we gaan opschuiven. Ook dat ga ik een klein beetje veranderen. Toch iets meer voorin gaan zitten, zodat we wat minder bloks krijgen. Maar ja, nadeel, dit kost veel meer energie. Hè. En ze nemen over Education. Ja, een shirt, helaas, sorry. Ik was het vergeten dat ze met het zwarte shirt reden. Dus ik heb voor een x-aantal afleveringen helaas nog het roze shirt teruggebruikt. Want ik had het wel veranderd in het begin van deze Giro. En denk tot nu toe in alle afleveringen. Maar het is me helaas ontgaan met het switchen naar Liquigas en de Koenig natuurlijk. En hier nog de vraag van Just Mauro. Had Remco beter kunnen presteren in de Giro met meer wedstrijdritme? Ja, 300% ja, daarop antwoorden moet ik doen. Absoluut, hè, ja. Wedstrijdritme is een heel belangrijke factor in het wielrennen. En oké, er zijn er die kunnen presteren zonder dat. Zoals een Van Aert bijvoorbeeld in real life. Die doet het dan via hoogtestage en is best bijna altijd goed. Maar de meeste renners hebben echt wel wedstrijdritme nodig. En wij kunnen hier het ritme niet volgen op deze Sega. Van Aert, wat gaat er hier nog allemaal gebeuren? 24 man nu, hè? Ja, Roglic heeft de koplopers opgeslorpt. En redelijk wat renners nog in die eerste groep. En de duivel hier even langs de kant. Kom aan, Van Aert. Formolo komt ook terug in zijn Maglia Azzurra. En we krijgen nu echt wel aanvallen voorin. Het was Pino die ik zag verschijnen. En zit Roglic daar ook bij? Er zat er nog eentje bij. En wij komen terug tot deze groep. Oké, dat is al mooi. 70 eigen tempo. De Aero zit erin. Challenge zo meteen. Het is nog altijd 4 kilometer, hè. Oh, oh, oh. Dit wordt een stevige. Daar zit Hart. Ja, Roglic is al weg, hè. Oeh, oeh, oeh. Roglic is al weg. Hangt onze Maglia Rossa hier aan een zijden draadje. Rond welke positie zitten we? Dat is ook zo moeilijk te zeggen natuurlijk. Waar zitten we ergens? Op hoeveel minuten seconden? We zitten in ieder geval op 27 seconden van een maatje hiervoor. Dat is Hart, jawel. Daarvoor dan de groep met wat maatjes van Uran. Uran onder meer, jawel. Yates zat daar ook bij, zie ik. Adam Yates, die heeft ook een mindere dag vandaag. Oh, wow, wow. Adam Yates is er aan het doorzakken op de Sega Diala. En wie zit helemaal voorin? Is het Roglic? Gaan we zo meteen Roglic als eerste over die top zien komen? Ja, plus 5. Kan toch bijna niet anders. Jawel, voilà. Daar is hij helemaal rechts bovenin. Primoz Roglic wint etappe 17. Maar we doen het eigenlijk best goed. Oh, we gaan 2 minuten verliezen. Maar oké. Oké, oké. Dat is denk ik een van de betere ritten dat we tot nu toe hebben. Bergop. Toch aankomen bergop, moet ik stellen. En voilà, bam. Nog naar de 8e plaats. Hoppa. De krachten gedoseerd. Goed gedoseerd. Al gingen we dus wel voor de aanval op de San Valentino. Blijkbaar deerde dat niet zoveel.
En de positionering in de voorhoede van de ala was misschien inderdaad toch ook gewoon een goede keuze. Maar Primoz pakt hem wel, hè. Na 4 uur en 52 minuten en 15 seconden dan nog. Nairo Quintana was tweede op 48 tellen. Dan op een minuut Thibaut Pinot. Ja, Roglic heeft echt wel weer serieus klappen uitgedeeld. Een minuut 17 op Galopin. Een minuut 31 op Mika Landa en Joao Almeida. Dan hebben we nog Emmanuel Boegman op plek 7. De Duitser van Bora Hansgrohe. En wij finishten daarachter maar weer met een serieus gat. 2 minuten en 7 moeten we vandaag inleveren op Roglic. Maar oké. Okay. We hebben onze roze trui gered tegen een Primoz met een plus 5 dagvorm. Oké, okay, wij hadden ook wel een plus 2 dagvorm. Dus dat geeft een verschil van plus 3 in dagvormen vandaag. En dat heeft zich ook duidelijk afgetekend. Maar we hebben de schade beperkt. Absoluut. Ik ben eigenlijk heel tevreden met dit resultaat. Lijkt misschien raar, maar ja, ik had echt gedacht plus 5 dagvorm dat we het roze gingen kwijt zijn. Maar kijk, voilà. We staan nog steeds bijna 2 minuten voor. Het is 1.53 nu. Het slinkt echt wel met de berg na berg na berg. Ja, ik weet het. Adam Yates staat nog op de derde plek. Die gaat er niet meer komen. Ook Boegman komt wat terug. Maar ook voor hem moeten we niet meer vrezen, denk ik. Het podium lijkt binnen. Dan hebben we nog Almeida, Pino, Uran, Quintana, Landa, Van Hoeken, Yates, Formolo, Mollema, Martinez en dan Dunbar. En Guillaume Martin die stond er ook nog tussen. Excuseer, dit is de evaluatie. Na etappe 17, ja, het is nog steeds allemaal heel positief vanuit Jumbo-Visma. Dankjewel ploegleiding voor nog steeds het vertrouwen. En jullie alweer bedankt om te kijken natuurlijk naar deze aflevering van de Giro d'Italia van Aard Verkent. Voilà, je weet meteen wat je morgen op je bord krijgt in real life voor de Giro d'Italia. En wij gaan morgen verder met etappe 18. Kom gerust terugkijken op mijn YouTube kanaal om 18 uur. Als je nog niet hebt geliked, doe dat gerust. Nog niet geabonneerd, doe dat ook. En graag tot morgen natuurlijk. Ciao, ciao. Goodbye.